Karen Dame, de kop is eraf. Hoe kijk jij nu terug op deze premièreavond? Ik vond het fantastisch. Ik heb echt genoten, want we hebben gisteren en eergisteren al een try-out gedaan. En die mensen waren heel enthousiast, maar ik dacht, ja, zo'n première publiek, die zijn toch altijd net iets kritischer. Er zit ook veel pers in de zaal en zo, maar ik heb echt heel duidelijk gezien en gevoeld dat de mensen hebben genoten. En ze waren heel enthousiast, ze hebben hard gelachen, dus ik heb een heel gerust gevoel nu. Ik ben heel blij. Met de feestdagen slecht geslapen van de spanning? Nee. Mijn zenuwen die komen echt zo een half uur voor de show. Dus ik heb heel lang geen zenuwen gehad. De voorbije week, de première week, die was wel een beetje... de generale week. Dan begon ik wel stilletjes aan hartkloppingen te krijgen. Dus, ja. Maar was het nodig? Het was niet nodig. En ik denk dat dat alleen maar beter zal gaan. De tekst zit er nu zo goed in en op den duur gaat op dingen beginnen inspelen. En gelijk nu, er is een zetel ingezakt. Je verschiet nog even en ik denk, ik mag mijn tekst nu niet kwijtspelen, maar ik... verschoten zijn en je zit in de war, maar nu, en dat kan alleen maar beter worden, dus ik ben gerust. Karen, wat heb jij in het laatste nieuws toch allemaal verteld? Dat je niet de beste actrice bent of zo? Nee, ik heb gewoon gezegd, ik zeg niet dat ik kan acteren, ik zeg alleen dat ik mij 100% geef. Ik ben geen actrice, hè. Al die andere mensen rond mij, dat zijn allemaal professionele acteurs. En ik ben een ex-K3-zangeres die voor een keer eens op toneel mag staan. En ik vind dat superleuk. En als mensen dat dan ook nog eens goed vinden... Ondermijnde wagen zo niet. Nee, maar ik... dat is zo typisch, hè. Geweldig, dat is heel leuk om te horen. Nee, ik kan ook niet pretenderen dat ik de grote... Ik bedoel, ik heb die metier niet, die al de anderen hebben. Maar die hebben mij allemaal zo goed geholpen dat ik dat op den duur wel een beetje begin te denken dat ik erbij hoor. Er zijn twijfels. Dat is een James, die moet er niet geloven. Nog één vraagje. Het gaat hier over daten vandaag. Wat herinner jij nog van de eerste date met Anthony? Ik denk dat ik wat veel gedronken had toen. Dat is echt... Dus alles kwijt of wat van toen? Nee, ik weet het. De goede stukken weet ik nog. Nee, dat is echt waar. Ik had echt te veel gedronken omdat ik anders niet durfde. Ik had echt te veel gedronken omdat ik anders niet durfde. En ik ben blij dat ik genoeg gedronken had om het wel te durven doen.